Er schijnt een nieuwe regeling te zijn voor wat betreft het aanleggen van duikers bij het ministerie van Openbare Werken. De heer Michael Salons maakte onze nieuwsdienst daarop attent. En hij zegt dat hij zich enorm ergert aan deze nieuwe regels, omdat het niet in het voordeel komt van de kleine man. Hij legt het uit. Zoals gewoonlijk, mensen die weten dat ik op openbare werken heb gewerkt, want ik werk niet meer daar. Ja, ik ben al met pensioen, maar met vakbond etc. Dus bijna kan je zeggen, ik ben nog in dienst, want ik ben elke dag daar. Ja? Maar dat was mijn actie om dan formulieren voor ze te halen, om duikers te plaatsen. Zo gezegd, zo gedaan, ik ben het gaan doen. Doe je sabi boom, ga ik het voor je halen. En wat schetst mijn verbazing als ik daar kom? Als ik die formulieren kreeg, ja, van de afdeling ontwatering, ja, dan wil die dame mij vertellen van oké, alles is hier, maar u mag het niet indienen zoals ik gewoonlijk was ook voor mensen in te dienen, ja, wanneer ze hebben ingevuld alles met alle bijbehorende stukken, ja, en wanneer het is goedgekeurd, dan kreeg je weer iets met alle afmetingen enzovoorts enzovoorts, ja, hoe diep die duiker geplaatst moet worden, alle gegevens kreeg je. En dan mag je dan iemand kiezen die het voor je gaat plaatsen als je het niet zelf kan doen enzovoort. Oké, geen probleem. Ja? Maar dan zegt de persoon mij nu, werknemster daar, van maar een aannemer mag het indienen. En niet een zomaar aannemer. Een aannemer die geregistreerd is bij openbare werken. Wel, ik heb me zodanig geërgerd met dat ding. Omdat dan begin ik te denken aan de mensen, ja, die geen geld hebben om een aannemer te betalen. Ja? Want ik bijvoorbeeld kan zeggen van mevrouw Eik, ja, jij hebt een machine, je hebt arbeiders, ja, maar mangai de boom, dus je gaat je arbeiders inzetten, want je weet het ook, maar je staat niet geregistreerd bij openbare werken, maar je kan die dingen doen, dan geef je me je machines en je arbeiders om dat ding te komen doen. Zoals ik weet, maar mijn God, mijn Jezus Christus, sorry dat ik mekaar ga doen, ja, maar dan komt er een opzichter van openbare werken checken, alvorens je de zaak dichtgooit, ja. En mocht zijn dat je het hebt dichtgegooid voordat een opzichter of voorman van openbare werk is komen checken, dan geef ik ze gelijk dat ze het open graven en dat er vernielingen aan is, maar er zijn regels. Ja? Maar nu mag ik niet meer indienen, laat staan uitvoeren. Ja? En dan heb ik nog vernomen dat iemand al dat werk niet op tijd heeft gedaan. En die aannemer heeft gevraagd, wat kost het om mijn vergunning te verlengen? Alleen, dat is al 65.000 SRD. Ja? Vapot die man je doet. Vandaag de dag, dan kreeg ik het gevoel dat je een groep mensen aan het verrijken bent over de ruggen van de arme burgers van het land. Ja? Want if you know abamoni, dat is een inomamikwa oprit. Zoals we het noemen bij de overheid, ja? Technisch is een overloop. Ja? Ben je ergens, je houten brug, als aan kan brokken, dus je gaat duikers plaatsen op den duur sparimonie. Maar dan moet je aannemer gaan betalen. Waar gaan wij naartoe in dit land? Moeten we het arme volk blijven uitbuiten? Want zo zie ik het. Ja? Ik heb me zo geërgerd toen ik dat ding heb tegengekomen. Dus ik vraag me af of we zo door zullen kunnen gaan. Ja? Ik zou het niet betalen, ik zou mijn duikers wel zetten. En wat doet men met deze dingen wanneer men deze regels brengt? Men wekt corruptie in. Ja? Want als ik nu een aannemer moet betalen, ja, voor alleen verlenging 65.000. Ik weet nog niet hoeveel aannemer vraagt om alles te doen. Maar alleen om verlenging 65.000. Wat denk je dat gaat gebeuren? Die arme ambtenaar die 5.000 verdient op openbare werken. En waar kom ik die van 5.000? Ja? En dan houdt hij zijn mond. En dat is alles gedaan. Dus men creëert zelf corruptie in dit land. En het moet gaan ophouden. Men moet verder denken wanneer men die dingen doet. Want wanneer die kleine man nou die 5.000 die hij voor een maand verdient, ja, in één dag kan verdienen, ja, dan wil we ontslapen uit die man. Ja. Maar jullie creëren die dingen zelf, regering, aan een gang of openbare werken. Ik heb gezegd, ik ga het wereldbekend maken. En voor mijn part, ik weet niet of uw station te bereiken is helemaal in Nederland. Maar laat het tot daar komen of in wereldwijd komen. Ja, aan een gang. Morgen staat er een vergadering van de CLO op actie. Nu is het mijn persoon bekend dat eigenlijk de twee voorzitters van de CLO en de heer Salons niet echt door een deur kunnen. Maar ik sprak met hem en het leek me dus ook wel handig om direct te vragen hoe hij kijkt naar de vergadering van morgen van de CLO, de oproep die gedaan is door de voorzitter van de CLO. En hij antwoordde daarop als volgt. U hebt het mooi gezegd een tijdje. Het is jarenlang, volgens mij bijna 40 jaar, hoe we door één deur.
Ja? Maar de situatie vandaag eist dat... Ik sta niet voor mezelf. Ik sta niet voor hoger. Ja? Maar die situatie vandaag de dag maakt dat we even alle problemen aan de kant moeten zetten. En feiten voor die rokko, mangrokko oma van vandaag, dat ze het beter hebben. Want elke dag als ik wakker word, mevrouw Giel, ik met tegen eerlijk. Elke dag als ik wakker word, erger ik mezelf met die dingen die gebeuren. Ja? Is ook weer zoiets. Elke dag gaan we achteruit. De koers stijgt elke dag. De prijzen stijgen elke dag. Dus als de CLO... Laat me wil ik niet praten over meneer Roegaard. Als de CLO wil opkomen, ja, voor de landsdienaren, dan sta ik erachter. Ik hoef niet voorin te lopen, dan loop ik desnoods achterin. Maar als ik mijn mensen kan mobiliseren om tot massaal te ondersteunen, gaan we het doen. Ik ben al bezig op het veld, ik kijk wat er gebeurt. En van uw medium uit ga ik alvast bekendmaken, ja, unafre de next week op die rechten en abond ook naar bakken abond. If je doet wilde acties, gewoon je tapoans aan niet, dan kan je problemen krijgen. Maar voor een vakorganisatie krijgen, vooral een vakcentrale vandaag de dag, ja, dan waarvoor zal je bang zijn, ja? Kom en join dat ding, want we doen het voor de totale Surinaamse samenleving. We doen niet maar OE Wang, we doen niet maar Binnenlandse Zaken Wang of soort ministerie. Voor de totale samenleving, we kunnen het niet meer aan. Ik althans, ik heb nogal een goed pensioen. Ja? Maar vandaag de dag, maar wie contra Hossel, hoe kan dat de olo zij ontstijgen? Ja? Het moet ophouden. We moeten, ik echt, voor mij Wang, ja? Als die regering zo doorgaat, dan mag die regering liever gaan dan komen. Je hoorde de heer Michael Salons. Hij is de voorzitter van de bond van het personeel bij openbare werken. Maar we hebben met hem gesproken in het kader van een nieuwe regel die zou zijn aangenomen bij het ministerie van openbare werken. Als het gaat om het aanleggen van duikers. En tegelijkertijd hebben we ook zijn mening gehoord over de oproep van de CLO voor de ALV morgen. Dit was Gil Eik, Sunweb TV.